Nederlanders staan bekend om het bezoeken van grote feesten, veel te harde muziek luisteren, alcoholgebruik en tot in de nachtelijke uurtjes plezier maken. Zo ook in Tilburg. Maar studenten hebben ook een serieuze kant. Ze zetten zich vrijwillig in voor de maatschappij en dit gedurende het hele jaar. Dit keer met een Focus Day van Surf the City. Surf the City is een studentvrijwilligersorganisatie. Studenten die zetten zich eigenlijk in voor de stad Tilburg. En dat doen ze door middel van vrijwilligerswerk. Op woensdag 25 september hebben de vrijwilligers van Surf the City een van de 5 jaarlijkse Focus Days georganiseerd, waar elke keer aandacht wordt geschonken aan een ander thema. Tijdens deze Focus Day hebben de vrijwilligers van Surf the City cadeautjes gekocht voor de kinderen uit Tilburg-Noord. We gaan vanmiddag gewoon aanbellen bij gezinnen, vragen of ze kindjes hebben en hun verwennen met een stuk speelgoed. Zoveel cadeautjes kosten natuurlijk heel veel geld en studenten behoren niet tot de rijkste mensen van Nederland. Gelukkig waren de sponsors bereid om te helpen om de cadeautjes te vergoeden. Wij zijn ook dit jaar gefinancierd door de TUC, Tilburg University Campus. Het is een heel groot feest om het studentenjaar te openen. En daarvan hebben we deze cadeautjes kunnen kopen. Ben je student en heb je nog een paar uurtjes over? Sluit je dan aan bij Surf the City en kijk op de website wat de mogelijkheden zijn.